een heel bijzonder iets wat men hier in Lukerheide gaat gebruiken en op meerdere plaatsen nu gebruikt gaat worden, is een container die u achter mij ziet, waarbij mensen uit een verpleegkliniek, hier de Lukerheide kliniek, aan de ene kant plaats kunnen nemen van een glazen scherm. Men kan dus daar zitten. En aan de andere kant is er plaats voor familiebezoek. En op die manier kunnen mensen uit een isolement gehaald worden, zonder gevaar van besmetting. Eigenlijk een geweldig iets om mensen die opgesloten zitten, die geen contact kunnen hebben met familie, toch nu kunnen spreken met degene die hen zo dierbaar zijn. En ik moest hieraan denken bij het lezen van de eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen, die gaat over zo iemand die ook eigenlijk geïsoleerd is, op allerlei manieren. Het is namelijk een Ethiopiër die op terugweg is van een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Er worden een paar dingen van deze man gezegd en al deze zaken bevestigen eigenlijk zijn isolement, zijn armoede. Het is een Ethiopiër, dat wil zeggen een buitenlander, die dus eigenlijk niet zo echt meetelt in dat land van Israël. Hij is weliswaar rijk, want hij is de opperschatmeester van de koningin van de Ethiopiërs, maar hij is een eunuch, een gecastreerd iemand, een kastraat, zoals die vaker in dienst waren aan koningspaleizen. Hij is dus ook onvruchtbaar. En hij is op weg, zo krijgt de diaken Philippus te horen, op weg naar het zuiden, op de weg van Jeruzalem naar Gaza, een eenzame weg. En op die manier wordt eigenlijk beschreven wat de situatie is van deze man. Hij is eenzaam. En hij zit daar in zijn reiskoets. Nou, en die reiskoets zou ik willen vergelijken met de plaats waar veel mensen nu zitten, eigenlijk afgesloten, opgesloten. En dan zegt de engel van de Heer tegen Philippus: ga en volg deze man. En dan nodigt deze hem uit en zegt: neem plaats, kom naast me zitten en vertel me over wie de profeet Jesaja aan het spreken is als hij zegt: als een lam stom voor zijn scheerders opende hij zijn mond niet en als een schaap werd hij ter slagbank geleid. En Philippus gaat naar binnen, zoals mensen hier letterlijk naar binnen kunnen gaan en kunnen spreken en woorden van bemoediging, van troost, van betrokkenheid kunnen spreken tegen mensen die vaak nu al wekenlang geen bezoek meer mochten ontvangen. Philippus mag spreken over Jezus. En al gaandeweg komen ze bij een water en dan vraagt deze eunuch, deze onvruchtbare man, die misschien wel geld heeft als opperschatmeester, maar tegelijkertijd blijkbaar ook eenzaam is en alleen, vraagt hij: wat is er op tegen als ik gedoopt word? En Philippus vraagt dan slechts het ene: als je van harte gelooft, mag het. En deze man zegt: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat is voldoende. Dat je gelooft dat Jezus de Christus is, dat wil zeggen de gezalfde van God, de Zoon van God die naar ons toekomt. Want is het niet Jezus die als het ware binnentreedt in onze container waarin wij in zekere zin zitten opgesloten, zoals deze eunuch in zekere zin opgesloten zat in zijn reiskoets? Hij had wel geld, maar dat was het dan ook. En God komt binnen. God komt binnen in het hart van deze mens en God verandert het leven van deze man. Ik hoop dat het leven van al deze patiënten die hier verzorgd worden in Lukerheide, al deze bewoners, moet ik zeggen, dat er inderdaad wat leven en levensvreugde mag komen als er mensen op bezoek komen. Zoals eens diaken Philippus kwam met goed nieuws voor deze man uit Ethiopië.